Deze video gaat over functies met een parameter. In deze video ga ik je laten zien hoe je kunt werken met functies met een parameter. En ik ga het uitleggen aan de hand van twee voorbeelden. Het eerste voorbeeld zie je hier naast me staan. De vraag is: voor welke p raakt de grafiek van f de x-as? En daarbij is f gelijk aan 2x plus px plus 8. Nou, voordat we deze vraag gaan uitwerken. Wil ik eerst even met je praten over die p. Want als je naar f kijkt, dan zie je niet alleen de letter x, maar je ziet ook de letter p. Die p staat voor een parameter en ik zal je nu uitleggen wat die p precies betekent. Op de plek van de p kun je in principe ieder getal invullen. En als je daar een getal invult, dan krijg je iedere keer een andere functie f. Dus hier kunnen verschillende getallen staan. En elke keer als daar een ander getal komt te staan, dan krijg je dus een andere functie. En we willen dus weten voor welke p raakt deze functie de x-as. Dan nou, laten we nog even goed kijken naar die functie. Je ziet die functie begint met x. En als je een functie hebt die met x begint, dan weet je, het is sowieso een parabool. Hier beginnen we met 2x, dus we hebben een dalparabool. En we willen dus weten voor welke p raakt de dalparabool de x-as? Nou, als je die vraag wil beantwoorden, dan moet je even terugdenken aan een stukje theorie van het begin van het hoofdstuk. En de theorie, die theorie heb ik hier aan de rechterkant weer even opgeschreven. En wat je daar ziet is de ligging van een parabool ten opzichte van de x-as bij verschillende waarden van de discriminant. En ik zal de theorie nog even kort met je doornemen. We beginnen helemaal bovenaan. Als de discriminant groter is dan 0. Dan hadden we geleerd, dan heeft de vergelijking twee oplossingen en dan heeft de parabool twee snijpunten met de x-as. De parabool gaat dus door de x-as heen en die snijdt de x-as twee keer. Als de discriminant gelijk is aan 0, dan heeft de vergelijking maar één oplossing en dan ligt de parabool tegen de x-as aan. Hij heeft dan dus maar één punt met de x-as gemeen en dat punt heb ik hier aangegeven. Dan de laatste situatie. De discriminant is kleiner dan 0. In dat geval heeft de vergelijking nul oplossingen en ligt de parabool helemaal los van de x-as. Nou, dit was de theorie en die theorie die gaan we hier gebruiken. Wat moeten we nu doen? Nou, we willen weten voor welke p raakt de grafiek de x-as. En dan moet je dus eerst even bedenken welke van deze drie situaties hoort daarbij. Nou, hij raakt de x-as, dat betekent de parabool ligt tegen de x-as aan. En die situatie die zie je hier. Het gaat dus over deze situatie en bij die situatie weten we de discriminant is gelijk aan 0. Dus eigenlijk willen we weten voor welke p is bij deze functie de discriminant gelijk aan 0. Want als de discriminant 0 is, dan ligt de parabool tegen de x-as aan, dan raakt hij de x-as en dat is wat we willen. Dus wat weten we nu? We weten in ieder geval hier is de discriminant gelijk aan 0. Maar die discriminant moeten we natuurlijk wel even uitrekenen. En als je die wil uitrekenen, dan begin je met het noteren van de a, de b en de c. Nou, de a die staat hier vooraan, die is 2. De b staat voor de x. Voor de x staat bij ons een p. Dus de b is gelijk aan p. Dan de c. De c staat achteraan en die is 8. Dus we noteren, we weten a is 2, b is p en c is 8. En nu hebben we dit, en nu kunnen we dus de discriminant gaan berekenen. Als je de discriminant berekent, dan gebruik je de formule b kwadraat min 4 keer a keer c. En in dit geval krijg je dan dit. Je zegt: de discriminant is, nou dan beginnen we met b kwadraat. De b is p, dus dat wordt p in het kwadraat. Je krijgt dus p kwadraat, min 4 keer a keer c. Nou, de a is 2 en de c is 8, dus het wordt min 4 keer 2 keer 8. Nou, dit is de formule voor de discriminant. En nu gaan we dit nog een beetje herleiden. En dan gaan we dit zometeen koppelen aan deze theorie. Maar eerst een beetje herleiden. Min 4 keer 2 wordt min 8. Min 8 keer min 8 wordt 64. Dus hier staat... Dit is gelijk aan p kwadraat min 64. Nou, je ziet nu, we krijgen niet echt een antwoord, maar we krijgen een soort formule. De formule voor de discriminant is p kwadraat min 64. Maar net hadden we in de theorie besproken: de discriminant moet gelijk zijn aan 0. Dus we hebben nu een formule voor de discriminant, maar die formule die kunnen we dus gelijkstellen aan 0. En dat gaan we nu doen. Dus je zegt. We weten de discriminant is gelijk aan 0 en dat geeft dan het volgende: p kwadraat min 64 is 0. Nou, je ziet de discriminant is 0 en dan krijg je dus deze vergelijking. En deze vergelijking gaan we oplossen en die geeft ons de waarde van p. Nou, hier moet de 64 naar rechts, die wordt dan positief, dus dan krijg je p kwadraat is 64. Als p kwadraat gelijk is aan 64, dan moet je de wortel gebruiken om de p te vinden. Want het kwadraat moet weg. We doen de wortel van 64 en dat is gelijk aan 8. Maar vergeet niet, bij een wortel heb je twee antwoorden. Dus je doet wortel 64, dat wordt 8. Maar ook min wortel 64 en dat wordt min 8. Dus dan zeg je, we weten, p is 8. Of p is min 8. En nu hebben we de antwoorden gevonden. Dus wat hebben we gezien? Het gaat dus over de ligging van een parabool ten opzichte van de x-as. In de tekst staat: hij moet de x-as raken. En als hij de x-as moet raken, dan hebben we deze situatie en dan is de discriminant dus nul. Nou, dan ga je die discriminant berekenen. Dat heb ik hier gedaan. En als je dat doet, dan krijg je geen antwoord, maar je krijgt een formule. En je zegt dan: die formule is nul, dus dan hebben we dit. Dan krijg je ineens een vergelijking. Die los je op, dan vind je deze twee dingen, en dat zijn dus de waarden van p waarvoor de parabool de x-as raakt. En op deze manier kun je deze vraag netjes uitwerken. Oké, okay, het laatste voorbeeld. We hebben nu een andere situatie, want nu is de opdracht: we rekenen voor welke p de grafiek van gx is een half x kwadraat min 8x plus p de x-as in twee punten snijdt. Dus we hebben weer een functie met een parameter. Want je ziet bij g dat het p En we willen dus weten voor welke p snijdt g de x-as in twee punten. Dan laten we eerst even nadenken over wat hier de bedoeling is. We hebben dus de functie g. g is weer een parabool. En die parabool die moet de x-as in twee punten snijden. Nou, dan kijken we even naar de theorie. En dan gaan we weer even bedenken met welke situatie hebben we hier te maken. Nou, het gaat erover dat die parabool de x-as in twee punten moet snijden. En die situatie zie je helemaal hier bovenaan. Bij die situatie gaat de parabool twee keer door de x-as. We hebben twee snijpunten. En dat is het geval als de discriminant groter is dan nul. Dus in deze situatie geldt: de discriminant is groter dan nul. En dan gaan we net als net die informatie gebruiken om de waarde van p te berekenen. De uitwerking lijkt heel erg op de uitwerking van net. En we gaan dus beginnen met het berekenen van de discriminant. En als je de discriminant wil berekenen, moet je eerst even opschrijven wat de waarden zijn van a, b en c. Nou, de a staat vooraan, die is een half, de b staat hier, die is min 8, en de c staat achteraan, en die is in dit geval p. Dat gaan we even noteren. Dus je zegt, we weten, de a is een half, b is min 8, en de c is gelijk aan p. En nu kunnen we de discriminant berekenen. En dan doen we weer b in het kwadraat, min 4 keer a keer c. Dus je zegt, we weten de discriminant, d is, en dan beginnen we met b kwadraat. Nou de b is hier min 8, die min 8 moet in het kwadraat, en dan moet de min 8 tussen haakjes. Dus dan zeg je, we hebben tussen haakjes min 8 in het kwadraat. En nu komt min 4 keer a keer c. De a is een half en de c is p, dus je krijgt dan hierachter komt min 4 keer een half keer p. Nou, dit moeten we even zo ver mogelijk herleiden. Min 8 in het kwadraat wordt 64, min 4 keer een half is min 2, keer p wordt min 2p, dus dan krijg je dit. Het wordt, dit is 64 min 2p. En je ziet nu, we krijgen weer een formule... En dit is dus de formule voor de discriminant. Nou, net hadden we besproken, in deze situatie is de discriminant groter dan 0. En die informatie gaan we gebruiken om hier de waarde van p te berekenen. Dus nu zeg je het volgende. Je zegt, we weten de discriminant is groter dan 0. En dus krijg je dan dit. 64 min 2p is groter dan 0. En je ziet, de discriminant moet groter zijn dan 0. De discriminant is... 64 min 2p en dus moet 64 min 2p groter zijn dan 0. Nou net hadden we een vergelijking. Nu hebben we iets wat erop lijkt, maar nu hebben we een ongelijkheid. En die ongelijkheid die moeten we oplossen en daarmee kunnen we de waarde van p berekenen. Nou als je de ongelijkheid wil oplossen, dan gebruik je dezelfde regels als bij het oplossen van een vergelijking. Dus die 64 moet naar rechts en die wordt dan min 64. Je krijgt dan dit, het wordt Min 2p is groter dan min 64. Nu moet die min 2 nog weg. Dat doe je door te delen door min 2. Maar let op, eerder hadden we besproken dat als je deelt door een negatief getal, dat je dan dat teken moet laten omklappen. Er staat nu groter dan, die wordt kleiner dan, en dan wordt het p is kleiner dan 32. Dus je zegt, we weten p is kleiner dan 32. En nu hebben we het antwoord gevonden. Dus wat hebben we gezien? We hebben dus weer te maken met een parabool. En die parabool moet de x-as in twee punten snijden. Denk even terug aan de theorie. Dan weet je, het is deze situatie. En dus is de discriminant groter dan 0. Nou, dan ga je de discriminant berekenen. Dan krijg je weer zo'n formule. En die formule die staat hier. Die moet groter zijn dan 0. Dat geeft in dit geval dus een ongelijkheid. En die ongelijkheid die moet je oplossen. Nou, hoe dit werkt hebben we in dit hoofdstuk al vaker besproken. Je vindt dan p is kleiner dan 32 en dan heb je het antwoord gevonden. En op deze manier kun je dus werken met functies met een parameter. Vond je dit nu een handige video? Abonneer dan even op mijn kanaal en klik even hier voor alle andere video's over dit hoofdstuk. En dan zie ik je graag snel weer terug bij de volgende video van Mod with Menno.